Hola! Dag lieve mensen. De les gaat vandaag over stappen naar het wandelen in de geest. Wandelen in de geest. De samenvatting is dit. Je vlees of je oude denken is voortdurend in strijd met je wederomgeboren geest. Of je nieuwe denken. Het nieuwe denken wat je kreeg toen je wederomgeboren werd. Je werd in de geest opnieuw geboren. Je werd een nieuwe schepping en je kreeg nieuw denken. Het denken van Christus. Dat is een vorm, dat is een stijl van denken. Nog een keer, je vlees of je oude denken. Dat je oude denken is het denken wat je deed voordat je bekeerd werd. Voordat je het evangelie hoorde en een besluit nam om je te bekeren. En Jezus Christus te volgen. Je oude denken is voortdurend in strijd. Er is een oorlog gaande met je wederom geboren geest of je nieuw denken. Om het controle terug te krijgen over je leven. Je oude denken wil controle terugkrijgen over je leven. Had controle, is controle kwijtgeraakt, wil het terug hebben. En je geest is het strijdtoneel, dus de arena van de oorlog, dat zit hem in je geest. Ja, ik wijs wel daar, misschien zit hij daar. Hè? Als je erkent dat je in een oorlog verwikkeld bent om je gedachten te leven, en als het je doel is om je denken in overeenstemming te brengen met Gods woord, dan begin je aan je route naar overwinning. Dus dat is ergens vroeg in je christenleven, kies je een recht tot overwinning en je kiest om je gedachtenleven beheerd te krijgen door de geest. Je wandelt naar de geest. Dus je bent bezig om je denken in overeenstemming te brengen met Gods woord en zo begin je dus de route naar overwinning. Je bent geroepen tot vrijheid, maar je moet de vrijheid niet gebruiken of misbruiken om een aansporing als een aansporing om te zondigen. Galaten 5 vers 13. Galaten 5 vers 13 geeft een waarschuwing. Je bent geroepen tot vrijheid. Jongens, blijf in die vrijheid. En die moet je moet niet je vrijheid misbruiken of gebruiken als een aansporing om te zondigen. Wanneer je opzettelijk zondigt om straks weer op Gods vergeving te vertrouwen, dan versla jij jezelf. Want waar je voor oefent, bepaalt wat je wordt. Het gaat nog lukken ook. Je wordt een tweeslachtig christen. Elke keer als je dan weer jezelf uitstrekt naar zondigen, en dan denk je van ja, er is toch het bloed van Jezus. We doen gewoon in 1 Johannes 9. 1 Johannes 1 vers 9. En we belijden ons zonde en we krijgen weer vergeving. Dan versla jezelf. Je zet jezelf in een zwaar nadeel ten opzichte van het leven wat je had kunnen hebben. En natuurlijk is er vergeving, maar je komt niet vooruit en je hebt heel weinig succes met met het wandelen met Christus. Je zal merken dat er gewoon een oorlog en een strijd is in je leven. En dat zal gewoon blijven ook, totdat je besluit van ik ga wandelen naar de geest. Ik kies ervoor om mijn gedachten te veranderen. Ik weersta, ik verwerp die gedachten van mijn oude leven. Ik zeg gewoon, ik verwerp je gedachten. Ga weg in Jezus' naam. En je doet je nieuwe gedachte aan, de gedachte van Christus, de gedachte van heiligheid, de gedachte van het bloed van Jezus, de gedachte van een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping en de kracht van de Heilige Geest en je hebt de gaven van de Heilige Geest. En je kan mensen dienen met die gaven van de Heilige Geest door je heen werken. Het zijn allemaal hemelse dingen. Hè? Dat wat God vrij heeft gezet, de poorten van de hel zullen niet zegevieren tegenover De kinderen van God, tegenover de gemeente van Jezus Christus, de Ecclesia, de groepering die gered is en gereinigd is. Dat koninkrijk van God, dat heersen in je leven, zal je zo op die manier niet meemaken. Die mensen die leven in een armoedig christenleven, die hinkelen op twee benen, zoals dat staat. Ik snap dat spreekwoord nog steeds niet, maar het zal wel goed zijn. Pleeg geen ontucht of scheld niemand uit. Alleen omdat je weet dat je de gerechtigheid van God bent. Er is een tekst die zegt, ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Maar dat ben je niet als jij wandelt op deze grove manier. En in aanmerking kom om vergeving te ontvangen. Dus je rekent erop van, oh, dat wordt toch weer vergeven. Hè? Dat is net een soort, ik ga gewoon weer biechten. Hè? En dan is het allemaal weer goed. Hè? Armoed leven, dat is super slecht armoedig leven. In plaats van ruimte te geven aan jouw egoïstische vlees, kan je beter anderen gaan dienen. In Galaten 5 vers 13 staat zo'n aansporing.
Ik lees hem voor, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Je gaat elkaar gewoon dienen. Je bent niet bezig met jezelf, met je egoïsme. Wat vind ik fijn, wat wil ik allemaal doen. Maar je gaat andere mensen helpen, je gaat andere mensen dienen. Sowieso, je kan mensen vrij gaan zetten van hun demonische lading. Je kan mensen genezen. Er zijn 60% van de samenleving is best behoorlijk ziek en die is klant bij de apotheek. Dus meteen al als je vraagt van hoe is het, dan heb je meteen al voor 60% kans dat je werk hebt. Werk aan de winkel. Dien elkaar met, dien andere mensen met die zalving en die gave die op jou is, waardoor jij kracht hebt om handen op zieken te leggen dat ze zullen genezen, dat jij macht hebt en autoriteit hebt over de duivel. Nummer 3, je vervult de hele wet wanneer je naaste lief hebt zoals jij jezelf lief hebt. Galaten 5 vers 14. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. Hoe zult u naaste lief hebben als uzelf? Wij zullen u naast ons naaste. Ons naaste, daar draait het gewoon om. Het draaide God om andere mensen. Het draaide God om mensen. Hij had heel de wereld lief. En bij ons gaat het ook erom. Wij hebben onze naaste lief zoals we onszelf lief hebben. Dus als er iemand rondloopt die er slechter aan toe is dan jij, dan zal de liefde van God je dringen om daar iets aan te doen. Dat zij loskomen, vrijkomen. Omdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft God ons vrijgezet. Je wederom geboren geest is in competitie met je vlees om de controle over je leven te krijgen. Galaten 5 vers 16 tot en met 24. Nou, hier heb je alleen 16 en 17, maar ik, dat is Paulus die dat zegt, zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Ik hoor mensen die zeggen van ja, het is zo moeilijk, want ik hoor stemmen en steeds en ik voel de drang en ik voel dit en ik voel zo. Nou, de manier waarop de Bijbel zegt dat je er vanaf komt, dat je de begeerte van de vlees niet vervult, dat is door te wandelen in de geest. Met andere woorden, alles wat met de geest te maken heeft, spreek in tongen, spreek het woord van God. Het woord is geest en leven. Wandel alles wat uit de hemel komt, wat van de geest is, zet je gedachten daarop en wandel daarin. Want het vlees begeert tegen de geest in, vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in. Dus er zijn twee krachten die daar aan het werk zijn in elk kind van God. Misschien raak je wel in de war, maar het is niet. Het is eigenlijk wel heel simpel. Er zijn twee krachten die daar werken. Dat is je geest en je vlees. Dat is je oude mens en je nieuwe mens. Dat is gedachten van hoe jij was toen je onbekeerd was en de weg niet wist. En dat soort leven waar we nooit meer willen hebben. Tenminste, ik niet. Dank u wel. Die heb ik geproefd. Hoeft voor mij niet meer. Dank u wel. Ik heb dat nieuwe leven ontvangen. Ik denk, dat is fantastisch. Ik ben blij dat ik dat gevonden heb. Die persoon die mij het evangelie vertelt. Ik zoen je. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Ze zijn vijandig. Zodat u niet doet wat u zou willen. Dus ergens zit in jou een willen. Er zit een vlees willen. Zit in jou. En dat doe je niet. Je gaat gewoon niet doen. Je zegt, nee, doe ik niet. Hey, ik doe de dingen van de geest. Ik ga God prijzen. Ik ga een liedje, een aanbiddingslied zingen. Ik ga het woord van God bestuderen. Ik ga me klaarmaken om in bediening te gaan. Ik ga me klaarmaken dat ik iets te vertellen heb. Als ik iemand tegenkom die bezeten is of die ziek is. Of die de weg kwijt is en die Christus nodig heeft om hun te verlossen, hun te redden. Dat ze het weg tot leven vinden. Nou, daar heb je enigszins voorbereiding voor nodig. Om dat je weet wat in de Bijbel staat daarvoor. Nou, als je daar hebt voorbereid, dan kan je elk moment kan je iemand tegenkomen. Je kan ze precies de goede weg vertellen. 2. De geest is het controlecentrum of het centraal verwerkingscentrum van je menselijk lichaam. Jouw geest, dat is de plaats waar de grote besturing in jouw leven vandaan komt. Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is in Christus verborgen in God. Dus wij bedenken, hier staat, je zet je gedachten. In Romeinen 8 staat, zet je gedachten. Dat is een bewuste stap dat jij jouw gedachten zet in een bepaalde richting. Je kiest niet voor die richting, je kiest voor die andere richting. En jij zet jouw gedachten in een bepaalde kant. Als je het gewoon laat overkomen,
dan gebruik je dus de functie van keuze die je hebt, de vrije wil die je hebt. Je bent in Gods beeld en gelijkenis gemaakt en God heeft een vrije wil. En daarom wij ook, wij kunnen gewoon kiezen. Dat is een van de krachtigste dingen die we hebben. We kunnen kiezen voor het goede, we kunnen kiezen voor het kwade. En vooral als je christen bent, dan kies je dus de weg van de geest. Je bent bezig met Gods goedheid en met Gods kracht. En de machtige dingen die de hemel ons toe in staat stelt. De gaven en de charisma's, of de charische, de geestelijke invloeden die in ons leven ineens wakker worden op het moment dat je vervuld wordt met de geest. Nummer 3, je leven is een optelsom van hoe je denkt. Hoe jij denkt bepaalt wat in jouw hart zit. Wat jij toelaat in jouw oren en in je ogen, dat komt in jouw hart. En de meerderheid van de gedachten in jouw hart of jouw geest, dat spreekt jij met jouw mond. Dus jouw mond die praat uit de meerderheid van jouw hart. Hè? Dat is Matteüs 12. Matteüs 12 legt ons dat uit de overvloed van de hart spreekt de mond. Er zit een wetmatigheid. Hè? We kunnen de mond niet temmen. Dus die mond die zal naar je hart gaan en die zegt van oké, wat is hier de meerderheid? Oké, dat gaat hij zeggen. En als hij wat zegt, dan schept hij. Wij weten, onze woorden zijn scheppend. Dood en leven is in de macht van onze tong. Dus onze tong is scheppend. Wij spreken dingen tot zijn die er nog niet zijn. Wij bepalen de route, de richting van ons eigen leven door wat uit ons mond komt. Dingen komen, dingen ontstaan. Er ontstaan dingen uit de woorden van jouw mond. Het zijn niet gewoon maar al woorden, ik zei het maar. Never, nooit niet. Dat jouw woorden gewoon niks doen. Ze scheppen altijd. Ze doen iets. Dat is een van de grootste ontdekkingen die ik deed. Toen ik les kreeg over dit hele ding. En dat ik begon te ontdekken van ja. Als ik gewoon positief spreek. En ik kies ervoor om mijn hart te vullen als eerste. Want daar begint het. Ik vul mijn hart met goede dingen. Als ik mijn hart vult met Gods plan. Gods wil. Gods manier van denken en doen. Dan begin ik dat te spreken. En dan komt dat ineens in mijn leven. Je kan wel zingen of je kan wel bidden. Heere, ik wil uw weg in mijn leven hebben. Dat is fantastisch om zo te bidden, maar dat is niet de manier om het voor elkaar te krijgen. Je vult je hart met de dingen van God. Dan begin je mond te spreken. Die begint de goede dingen te spreken. En daarmee schep je gewoon. Je bent een profeet van jouw eigen leven. Het komt, volgens mij, als ik de Bijbel goed lees. Hè, en ik lees de Bijbel goed. Ik heb een computer zelfs die mij helpt daarin. Om woorden op te zoeken. En jij ook. Gewoon met je smartphone, met je apps, dan kan je dat allemaal. Dus ik zit een beetje op te scheppen. Maar daaruit kan je dus leren van hoe dat leven van God in elkaar zit. Nummer 4. Wandelen in het vlees is een denkwijze die afgestemd is op de wereld. Wandelen in het vlees is een denkwijze, een denkwereld, een manier van denken, een stijl, een cultuur van denken die afgestemd is op de wereld. Zoals de wereld spreekt en denkt en doet, zo is het wandelen in het vlees. Of het gaan, het doen, het praten, het spreken van zoals de mensen in de wereld spreken. Wandelen in de geest is een denkwijze die afgestemd is op Gods woord. Oh, nou, wat ontdekking was dat toen ik dat leerde. Je kunt de vrucht van de geest niet manifesteren zonder de denkwijze van de geest te hebben. Oh, ik zou heel graag in die gaven van de geest, ik zou graag zo gezalfd willen zijn als jij. Ik zou heel graag dat soort wonderen en tekenen willen zien. Aha, ja, dat kan. Je kunt de vrucht van de geest niet manifesteren zonder de denkwijze van de geest te hebben. Dus het komt niet zomaar aanwaaien dat het ineens bovenop je valt. Hè? Je zit te wachten op de duif die op jou neerstrijkt of zo. Nou, die duif die zit op de vensterbank ergens allemaal plekjes achter te laten. Je kunt de werken van het vlees niet ervaren zonder een denkwijze van het vlees. Dus als jij wil leven naar het vlees, dan zou je nog hartstikke goed je hart moeten vullen met het manier van denken van het vlees, van de wereld. En dat gebeurt ook. Mensen zeggen wel eens, oh, je bent gehersenspoeld. Iedereen is gehersenspoeld, wij zijn allemaal gehersenspoeld. En je wordt vaak gehersenspoeld door de tv. Gewoon goede tijden, slechte tijden. Nou, slechte tijden, slechte tijden. Ik heb nog nooit goede tijden daar gezien. In dat beetje wat ik daar gekeken heb, kwam geen één goede tijd tegen van de goede tijden, slechte tijden. En het vult jou, het is normaal. Jij leert daar, het is normaal om overspel te plegen. Je leert, het is normaal om te liegen, te bedriegen.
Het is normaal om een krom en een achterstevoren leven te leven. Zeker niet het soort leven wat de zegen van God in jouw leven brengt. En dan ga je daar zitten, je zit daar te kijken. En jij verwacht dat de geest van God zich gaat manifesteren door jou heen. En dat jij een gezalfd persoon wordt. En dat jij kan bidden voor zieken dat ze zullen genezen. Nou, ik denk het niet. 5a, je moet over ontucht nadenken voordat je de daad begaat. Dat moet al een heel proces hebben. Je hart moet gevuld zijn met ontucht en dingen. En dat komt binnen via je oren en je ogen. En dan komt ontucht. Dat is allemaal televisie en wat je hoort van je omgeving. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt op de weg van de goddeloze, die niet staat op de weg van zondaars, niet zit in de kring van de spotters. Dus daar heb je al drie categorieën. Daar moet je gewoon mijden. Op een of andere manier moet je daar niet zitten. Laat het niet binnenkomen in je oren en je ogen. Maar aan de Heere's wet zijn welgevallen heeft. Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En alles wat hij onderneemt zal gelukken. Er zat nog een zinnetje tussen die ik vergeten ben, denk ik. Je moet over ontucht nadenken voordat je de daad begaat. Dus het is nog ineens zo makkelijk om vleeselijk te zijn. Daar zit een proces aan vooraf. Vaak gebeurt dat intuïtief, gebeurt dat gewoon zonder dat je het weet. Maar denk eens na, je doet niks kwaad zonder dat het eerst in je oren en je ogen komt. En dat je ziet het en je hoort het. Het komt in je hart en dan komt het uit je mond en boem. Dan gebeuren dingen, overspel, ontucht, rebellie. Dat soort dingen allemaal. Dat komt allemaal op die manier komt het binnen. Maar je moet nadenken over het liefhebben van anderen voordat je hen daadwerkelijk kan liefhebben. Dus dat is iets dat neem je op. Dat verwelkom je, dat omhels jij. 6. Wanneer je in de geest wandelt, zul je de begeerte van het vlees niet vervullen. Vers 16. Dus het is of het een of het ander, ze sluiten elkaar uit. Je kunt niet geestelijk zijn zonder het woord van God. Het woord van God is geest en leven. Je kunt niet in de geest wandelen zonder het woord. Dat is nummer 1 van dit hoofdstuk. Je kunt niet in de geest wandelen zonder het woord, want het woord is geest en leven. Johannes 6, vers 63. Je dacht al, waar staat het? Nou, Johannes 6, vers 63. Dat is trouwens een hele goede vraag. Waar staat het? Iedereen die naar je toe komt en gewoon niet zegt, ja, het staat in de Bijbel. Zeg je, ja, waar staat het? Als ze niet kunnen zeggen waar het staat, dan wordt het bedenkelijk. Nummer 2. Leven volgens het woord is wat je geestelijk maakt. Als je geestelijk probeert te zijn zonder het woord, ben je gewoon griezelig. Ben je een engert. Dat gaat niet lukken. Nummer 3. Elke manier van denken die niet in overeenstemming is met het woord, is wandelen in het vlees. Dit omvat traditionele religieuze doctrines, bijvoorbeeld. Dus dat is elke manier van denken die niet in overeenstemming is met het woord van God, de Bijbel, is wandelen in het vlees. Dit omvat ook traditionele religieuze doctrines. Er zijn een heleboel traditionele religieuze doctrines. Dan bedoel ik de oude kerken, waar je in kan komen, vandaag de dag, weet je wel, die hele mooie grote gebouwen, en wat ze daar prediken. Heel veel wat ze prediken staat gewoon niet in de Bijbel. En dat noemen ze traditie. En traditie versmoort en doodt het echte woord van God. En dat woord van God is levend en krachtig en kan dingen omzetten en doet dingen. En traditie, dat doet geen klap. Dat is alleen maar om je in de kerk te houden, angst te creëren en een heleboel enge dingen in je leven teweeg te brengen. Nummer 4. Dagelijkse studie van de Bijbel is van vitaal belang. Het gekke is, ze hebben dezelfde Bijbel die jij hebt en die ik heb. Alleen lezen ze hem niet of ze vertalen hem heel vreemd. Maar als jij gewoon de Bijbel gaat lezen, dan komt er een heleboel vraagtekens bij je op als je in zo'n kerk zit. Denk je van ja, hier staat heel wat anders dan wat ik die dominee of die priester of die pastoor hoort zeggen. Ja, klopt. Klopt. Dat is traditie. En dat is niet de plaats waar je zou moeten zitten als jij levend geloof wil hebben. Je mogelijkheid om in de geest te wandelen is direct verbonden met je begrip van het woord. Dat staat in 2 Timotheus 2 vers 15. De mate waarin jij het woord van God begrijpt, de mate van studie en aandacht die je geeft aan het woord, is de mate van kracht en openbaring en werking van de geest van God.
die in jouw leven komt. Dat is bijna letterlijk een tekst. Dan vraag je, waar staat het? Dan kan je zelf lekker opzoeken. Die staat, ik geloof, in Marcus ergens. Maar als je het echt wil weten, dan moet je het in je app opzoeken. Dan kan je zien dat het daar staat. De mate van studie die je geeft aan het woord van God. Zoek daar eens op. Als je nooit je Bijbel leest, dan is het enige potentieel dat je hebt wandelen in het vlees. Dat is alles wat overblijft. Als je nooit in de Bijbel leest, je pakt nooit wat in de Bijbel staat in je op. Sommige mensen die hebben alleen maar Holy Spirit en die voelen en die denken en die hebben alleen maar dromen en die hebben alleen visioenen. Maar ze weten helemaal niks van wat in het woord van God staat. En vaak belanden ze gewoon in dat slootje naast de dijk. Het is gewoon, het is zielig waar ze allemaal terechtkomen, want al die wilde dingen die ze met hun, die ze in, en visioenen zijn goed en het woord van God is goed. Tenminste, de visioenen en dromen en zo, die gebeuren gewoon bij mannen en vrouwen van God. Maar het is altijd een mix, 50-50 mix, tussen het woord van God en Heilige Geest. Als dat er niet in zit, dan merk je dat die mensen een beetje weirder worden. Koekoek! Als je nooit de Bijbel leest, dan is het enige potentieel dat je hebt het wandelen in het vlees. U zult alleen voorspoedig en gezond zijn in de mate waarin je ziel voorspoedig is op deze gebieden. Dat staat in 3 Johannes, derde boek van Johannes, vers 2. Het is maar één hoofdstuk, dus 3 Johannes, vers 2. En daar staat, geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. Met andere woorden, voorspoedig bent, zeggen andere vertalingen. En dat u gezond bent, zoals het uw ziel, dat is je denken, goed gaat. De mate waarin het je ziel goed gaat, of je denken, dat jij het woord van God in jouw denken hebt, dat jij denkt zoals God denkt, in die mate zal jij voorspoedig zijn en gezond zijn. Zal Gods voorspoed, maar ook Gods gezondheid in jouw leven een plaats hebben. Je bestaat uit 3 delen. Dat is je geest, je ziel en je lichaam. De bos is je geest. Tenminste, toen je wederom geboren werd, toen werd jouw geest ineens de baas over jouw leven. En je kiest ook dat je luistert naar wat de geest zegt. Je bent een geest, je bezit een ziel en je leeft in een lichaam. Je leven is de productie van je gedachten. De gedachten die jij toegelaten hebt om in jouw hart te mogen wonen, die jij omhelst. De gedachten die jij toegelaten hebt door je oor en door je ogen, dat is Spreuken 4, vers 20 tot en met 24. Daar staat hoe gedachten in jouw geest komen. Als je geen gedachten van gezondheid, voorspoed en vermeerdering op je netvlies hebt, zul je die dingen nooit in je leven hebben. Dat is wat, hè? Dat zaad, dat moet gezaaid worden. En dat zaad over Gods denken over gezondheid, voorspoed en vermeerdering, dat heeft God gewoon verzonnen. Hij wil dat voor zijn kinderen. Als je dat niet op je netvlies hebt, dan zul je dus deze dingen nooit hebben. Je krijgt ze alleen op je netvlies als je ze eens een keer binnenlaat. Dat je daarmee bezig bent, dat je ze leest. En dat je onderwijs volgt op dat terrein. Deze filmpjes die ik maak, die zullen die onderwerpen gaan behandelen. Dus als je daar vandaan wil hebben, dan komt het daar vandaan. Maar je kan het ook zelf opzoeken. Je gedachten zijn plannen of blauwdrukken voor je leven. Het begint bij je denkwereld. Of het begint eigenlijk met wat je toelaat via je oren en je ogen en wat jouw denkwereld wordt. Jij kiest wat jouw denkwereld is. Jij laat jezelf vullen of jij spoelt je hart of je geest met gedachten die jij toelaat. Er is maar eentje die dat toelaat, dat ben jij. Jij poortwachters, hè? Dus jij kiest wat jij hoort, jij kiest wat je ziet, jij kiest wat in jouw hart komt. Kom het daar nou zo strak op aan? Ja, absoluut. Kom zo strak op aan. Nu dat ik 55 jaar christen ben, geloof het niet van mij, maar in ieder geval kan ik zeggen, het komt daar echt heel strak op aan. Het is gewoon apart als je die ontdekking maakt in jouw leven, dat het daar echt van op aankomt. Gewoon een goed huwelijk, goed opgevoede kinderen, plezier in je leven, vrede, blijdschap in de Heilige Geest. Dat zijn allemaal dingen, man. Dat zijn krachtige, mooie dingen. Dus als je leven wilt veranderen, dan moet je de manier waarop je denkt veranderen. Generatievloeken zoals armoede en ziekte in je familie zullen verbroken worden als je de manier verandert waarop je over deze dingen denkt.
Gods wegen zijn de hoogste wegen. Om in zijn wegen te wandelen moet je zijn gedachten uit de Bijbel ontdekken. Jesaja 55, vers 7 en 8. Gods gedachten, die stuurt hij uit en die zullen niet ledig terugkeren. Dat komt naar jou, het wordt uitgezonden en dat zal dat bereiken waartoe het uitgezonden is. God heeft 1000 manieren om je huwelijk recht te trekken. Je te helpen je kinderen op te voeden en je uit de schulden te helpen. Zolang je echter volgens de wereld blijft denken, plaats je jezelf buiten zijn wegen. Onze keus maakt heel veel uit wat onze toekomst wordt. En ik bied je eigenlijk een opening aan, een mogelijkheid om een keus te maken om de wegen van God te volgen. God weet dat je zijn wegen niet kunt krijgen zonder eerst je gedachten te verwisselen met de gedachten die in overeenstemming zijn met zijn woord. Veel christenen laten hun denken beïnvloeden door niet geredde vrienden, praatprogramma's, tv en films die niet op één lijn liggen met het woord van God. 4. Satans woorden brengen gedachten voort die zijn wegen voortbrengen. Gods woord brengt gedachten voort die ook weer zijn, met een grote zet, wegen voortbrengen. Dus de duivel die brengt gedachten voort, die duivelse gedachten, die duivelse gedrag voortbrengen, duivelse dingen in jouw leven, dat je niet kan slapen, dat je onrustig wordt, dat je depressief wordt, dat je zelfmoordneigingen krijgt, die komen allemaal daar vandaan. En God die brengt goede gedachten voort, gedachten van hoop en van een goede toekomst en de tegenwoordigheid en de goedheid van God met jou. God zond zijn woord zodat je kunt denken zoals hij doet en op zijn manier kan leven. Oké, dit is het einde van dit eerste deel. En er komt hierna nog een deel van datzelfde onderwerp. De studie was even te lang om op één film te zetten. Dus veel plezier met deze studie. Het zal je leven veranderen. Als dit de eerste keer of misschien de tweede of de derde keer is dat je hoort, bekijk hem nog een keer. En je zal merken dat je leven gaat veranderen en in lijn komt met het woord van God. En de zegen van God die komt ineens binnen in jouw leven. Dus heel veel plezier met deze informatie.